Deze Zwammerdamschepen zijn naast de Romeinse forten de belangrijkste monumenten van de Romeinse limes. Want de Rijn die was niet alleen de noordgrens van het Romeinse Rijk, het was ook een van de belangrijkste transportbanen tussen Rome en Engeland. Nou, dit schip is 50 jaar geleden opgegraven. Dit vrachtschip van de Romeinse marine is van dezelfde constructie als dat wat begin 73 is opgegraven. Met zijn 37,5 meter is dit wel het grootste ooit gevonden buiten het Middellandse zeegebied. De schepen werden gevonden bij Zwammerdam en worden nu in Archeon weer in elkaar gezet. Dat mensen zien het soms als hele simpele platte bakken, hè, waar vracht in werd vervoerd. Maar er zit wel degelijk een heel systematisch, logisch opbouw in. En die herken je steeds in die verschillende schepen, maar in andere variatie. En dat is heel mooi om te zien en daar leren we van. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de gerestaureerde Romeinse schepen in een uitbreiding van Archeon tentoon worden gesteld. Je mag rustig spreken dat deze Zwammerdam-collectie een nationale, maar ook internationale collectie is. Archeologen zijn daar helemaal vol van. En wij ook als bewoners uit Alphen aan den Rijn en inwoners, maar ook uit Nederland,